Solvency 2 komt eraan en verzekeraars zijn momenteel bezig met de laatste stappen om compliant te worden of ze zijn inmiddels compliant en klaar om te gaan rapporteren. Ja, en dus zie je dat het groeiend belang van Solvency 2, van Solvency 2 cijfers, intern voor het management. Je hebt echt meer mogelijkheden om te sturen, niet alleen aanwezig kapitaal, maar ook vereist kapitaal. En extern zie je dat er steeds meer wordt gelet op juist die solvabiliteitscijfers. Zowel door de toezichthouder als door belanghebbenden. Nou, wat er in de toekomst aankomt is een groeiende informatiebehoefte. Intern voor het management om te sturen, maar ook extern. De markt die let op de bedrijven. En frequentere rapportage van die cijfers. En nog belangrijker, nauwkeurige cijfers. Je wil geen verrassingen in die cijfers. En je wil dus zeker weten dat wat je naar buiten brengt, dat dat ook de cijfers worden. Ja. En met name die nauwkeurigheid is een belangrijk element. Want de toezichtsrapportage is met een nauwkeurigheid van de impact op het own funds ingericht. Maar managementinformatie wil je met een impact op je P&L. Want daar wil management op kunnen sturen. Daarnaast zijn voor de IFRS rapporterende verzekeraars er ook nog een aantal wijzigingen die hier aankomen. IFRS 9 aan de assetzijde van de balans en IFRS 4 fase 2 die een hele grote impact aan de liability kant van de balans gaat hebben. En zo zijn er eigenlijk nogal meer ontwikkelingen die eraan gaan komen. En hoe kun je daar dan je voordeel mee doen met Solvency 2? Solvency 2 is er nu, dat ga je gebruiken en dat wil je dan ook verder gebruiken om daar nog aan te passen aan de dingen die eraan gaan komen. Ja. Dus heb je al bijvoorbeeld dingen die je al wil verbeteren binnen je Solvency 2 project? Heb je al lijstjes met dingen die nauwkeuriger kunnen, beter kunnen? Ja. Openstaande punten, dingen die je had willen doen, maar waar je nog niet aan toegekomen bent. Nou, over deze vragen en andere vragen gaan we graag met u in gesprek op het Riskforum op 24 september. En wij kijken er naar uit om samen met u tot antwoorden te komen.